We zijn zeer tevreden over het coalitieakkoord. U wilt nog meer horen? Waar wij tevreden over zijn, eigenlijk over de complete inhoud. Er zit heel veel in voor LAS, er zit voldoende in voor D66, voldoende voor de VVD en voor het CDA. Het coalitieakkoord is zeer herkenbaar voor alle partijen en ook voor alle partijen in de gemeenteraad. In hoeverre verschilt dit coalitieakkoord van het vorige? Nou, dit coalitieakkoord is op hoofdlijnen, dat was het vorige akkoord niet. Als je naar het nieuwe coalitieakkoord kijkt, dan ziet u ook dat hij de helft dunner is als het vorige coalitieakkoord. Dat betekent dus dat alles wat in dit coalitieakkoord staat nog uitgewerkt moet worden. Daarmee gaan wij naar de raad. Dus alle programma's moeten nog worden uitgewerkt. Die worden vervolgens behandeld in de raad. En vervolgens komen de voorstellen naar de raad, inclusief de financiën. Wat vond u zelf belangrijk als fractievoorzitter van LAS dat er in het nieuwe coalitieakkoord zou komen? Wij vinden de leefbaarheid en de veiligheid in de woonwijken een van de belangrijkste punten. Waarom vindt u dat? Nou, die staat op dit moment zwaar onder druk. Hè. Dat komt bijvoorbeeld door illegale huisvesting van arbeidsmigranten. Maar door veel meer zaken natuurlijk. En ja, dat is eigenlijk wel. Er gebeurt al jaren zeg maar, van alles en nog wat. En er is veel wildgroei zeg maar, en er is weinig controle op. Dus een van de punten is ook dat er meer handhaving komt. En die gaan ook echt controleren in de wijken. Dus dat moet echt verbeterd worden. Welke verschillen van inzicht waren er over punten in het nieuwe coalitieakkoord? Nou, die waren er eigenlijk niet zoveel. Eigenlijk was er maar één punt verschil van inzicht, was Twents. Dus D66 is tegen verkoop Twents en de rest van de partijen zijn voor verkoop Twents. En nu, de komende 4 jaar, de handen uit de mouwen? De handen uit de mouwen en zoveel mogelijk proberen te realiseren, inclusief de extra woningen in Almelo. Er waren er 1400 gepland en er worden er nu 3400. Dank u wel. Graag gedaan.